Zo, welkom Dylan. Welkom hier in Roemas in de troonzaal. Dank u. En ik ga jou eerst even de troonzaal laten zien en dan gaan we natuurlijk de andere mensen aan jou voorstellen. Ja, ik vind het op zich er al heel mooi uitzien van binnen. Nou ja, kijk maar als je hier staat. Pas op dat je niet naar beneden valt, is hij behoorlijk hoog. Oh ja, ik zie het. En vanaf hier kan je... Hebt hier echt super uitzicht over het hele dorpje heen. Nou precies, je kan hier bijna half Roemas zien en dat is erg belangrijk voor het geval als er een oorlog is of wat dan ook. Dus ik vind het heel mooi. Maar goed, laten we eerst naar Jerry gaan. Dat is een bouwer van Roemas en een goede strijder. Daarmee is even gaan ophalen. En daarna moeten we Jeroen gaan ophalen. Dat is ook een zeer goede strijder aan het worden. Die is aan het trainen op dit moment. Maar goed, laten we erheen gaan. Eens kijken waar Jerry zijn huis was. Hier langs, volg je nog? Ik weet het allemaal nog niet. Nee, maar je weet de geheimen wel. Ja, die weet ik. Die heeft Jomer mij allemaal verteld. Dit is dit is Jerry's huis. Aha. Hey Jerry. Ja. Niet schrikken, jongen. Hallo. Goedendag. Wie is dat? Dit is Dylan. Ik ben Dylan. Zij mijn huis. Dylan, blijf een beetje afstand. Jerry kan een beetje Jerry rustig blijven. Doe maar gewoon. Nee, Jerry, je hoeft geen gear aantrekken. Jerry, doe maar rustig. Dat is goed. Okay. Hiervoor ben ik dus hier samen met hem. Gaan jullie twee vast naar de troonzaal toe. Ik hou Jeroen op en dan moet ik even een belangrijk ding met jullie bespreken. Iets over Roemas namelijk. Dus ga alsjeblieft naar de troonzaal en wacht daar netjes. Maak geen ruzie. Praat gezellig met elkaar. Nee, dat komt goed. Goed, Jeroen. Die is als goed is aan het vechten in het kamp. Hopelijk zit hij er nog. En hopelijk kan hij wat meer praten dan de vorige keer. Had Rick tenminste wel beloofd dat hij hem zou leren praten en dingen doen, dus ik ben benieuwd. Oh, hier is het al. Oh, gelukkig. Zo. Eens zien. Hey, Jeroen. Hallo, Cosper. Hallo, oh, je was lekker aan het trainen, zag ik. Waar is Rick? Die is buiten. Die was iets aan het halen of zo. Ik weet ook niet wat. Kom alsjeblieft mee naar de troonzaal. Ik moet je belangrijke dingen vertellen. Jerry en Dylan zijn er ook al, hoewel je Dylan waarschijnlijk niet kent. Maar goed. Zo, hier naartoe. De troonzaal was vernieuwd, zag ik. Oh ja, die heb je natuurlijk ook nog niet gezien, hè? Nee, ik zag het alleen vanaf buiten. Aha, nou ja, dit is hem. Je kan kijken. Oh, het ziet er mooi uit. Oh, dankjewel. Heeft Jerry gemaakt. Goed, hè, toch? Wat doet hij daar op die stoel? Daarom zijn we allemaal hier. Kom even allemaal hier voor staan, jongens. Kom even ervoor. Zal ik me anders eerst even voorstellen? Nou ja, dat is zometeen misschien slim. Jerry en Jeroen, jullie zijn hier natuurlijk al heel lang in Roemas. En er zijn steeds andere mensen hier geweest, wat jullie misschien wel eens opgevallen. En nu ook weer iemand. En diegene gaat zich even jullie voorstellen en vertellen hoe en wat. Goed luister alsjeblieft. Nou goed, ik ben Dylan. Ik ben een paar dagen geleden Roemas ingetrokken. Ik heb moeten mijnen voor mijn leven, aangezien ik heb aan het begin toen ik Roemas binnenkwam, heb ik eigenlijk wat spullen gestolen. En ja, hertog Cosmo heeft me daarvoor zwaar aan het werk gezet. En toen ik aan het mijnen was, kwam ik iemand tegen. Ik wist eerst zijn naam niet. Maar zijn naam was Jelmer. Ik was met hem aan het mijnen en op een gegeven moment stortte een hele gravelberg over Jelmer heen. Maar ik heb zo lang met Jelmer gepraat dat hij mij alle geheimen en dingen over Roemas heeft verteld. En vandaar dat ik nu in de rechterhandstoel zit. Ik weet evenveel en misschien wel meer als dan Jelmer weet. En vandaar dat ik de nieuwe rechterhand ben van Roemas. Waar kom je vandaan dan? Nou, ik heb van tevoren een hele lange tijd rondgelopen, totdat ik dit dorp tegenkwam. En toen ben ik stiekem naar binnen geslopen. Vandaar. Toch jammer, toch niet. Maar ja, jongens, voor de duidelijkheid verder, ik ken hem ook nog niet. Ik ken hem net zo goed als jullie, dus ik ken zijn naam en voor de rest niks. Alleen aangezien hij zo lang met Jerry is geweest, of met jou bedoel ik, weet hij gewoon zoveel van Roemas. Hij weet de geheime spots allemaal, meerdere dingen dan jullie. En ik dacht zoiets van, weet je wat, ik probeer het gewoon op deze manier. Ik geef hem deze kans. Maar we gaan hem natuurlijk wel gewoon goed in de gaten houden. Lijkt me vrij logisch.
En dan wil ik meteen eventjes iets doen met Jerry en Jeroen. Zoals jullie weten is de poort 's nachts gewoon open, waardoor Dylan dus is naar binnen is gekomen. En wie weet dat er nog meer voor debielen allemaal naar binnen komen. Misschien komen die Fisterianen wel of al die andere rare volken hier die ons eerder hebben lastiggevallen. Dus... Nou, we hebben toch een val. Wat zei je? We hebben toch een val. Ja, maar die val die staat niet altijd aan. Oh, in verband ook dat als wij er zelf langs gaan, dat we onszelf zwaar kunnen verwonden. Dus ik zou graag willen dat jullie twee een oplossing bedenken. Dat 's nachts de poort dicht kan en overdag dat het gewoon open is. Want dit kan gewoon niet lang zo. Dat er steeds nieuwe mensen hier zitten en dan onze spullen lopen te jatten en weet ik veel wat allemaal. Daar moeten we goed op gaan letten. Dus willen jullie daarmee bezig gaan? Ja, is goed. Oké. Okay. Dan ga ik Dylan nog verder rondleiden hier in Roemas. En dan hoop ik dat jullie snel een oplossing vinden voor de poort. Nee. Dylan, even een belangrijk ding waar jou mee vast dingen over even heeft verteld, is de blacksmith. Ja, de blacksmith heb ik gezien. Goed. Oh, je bent er al geweest. Okay, ja, ik ben er even binnen geweest. Ik heb gekeken. Oké, nou, daar hoeven we niet eens meer naartoe. Heb je het treinstation nou gevonden hier? Nee, die heb ik eerlijk gezegd nog niet gezien. Nou, die zit heel dichtbij. Dat is gewoon hier namelijk. Deze gaat direct door naar Valmar. Dus aha, als je erin gaat dan... Valmar was dat zandgebied? Ja, dat is waar de koning zit. Aha. Dus, oké. Dat is een lange reis, dus niet zomaar erin gaan. Je bent echt lang onderweg, je hebt eten nodig. Het kan soms dagen duren als de trein kapot is gemaakt. Oeh. Dus moet je uitkijken dat daarom. Dat is niet zo leuk. Nou, de chessroom heb je natuurlijk al gezien. Ja. De daar mine... ben ik binnen geweest. De mine heb je gezien. Ja, daar hoef ik ook niet weer in. Oké. Okay. Weet je het heel zeker? Ja, heel zeker. Oké. Okay. Goed, dan heb ik voor jou ook meteen een opdracht als rechterhand zijnde. Vertel. Kom mee. We hebben hier deze ruimte. En deze ruimte was eerder de troonzaal van hertog Jamie. Mm-hmm. Alleen, dit staat nu al zo lang leeg. En nu is aan jou de taak, wat gaan we hiermee doen? Ja, het is aan jou nu de taak, hou je het weg, maak je wat nieuws van. Ik laat het aan jou over. Dus, zoek het uit. Ja. Hoef je niet nu te bedenken, daar mag je een paar dagen over doen. Ik ga ondertussen helpen met de poort, kijken hoe en wat. En dan hoop ik dat jij het hier gaat oplossen. Ja, ik zal hierover nadenken en kijken wat ik hieraan kan doen. Is goed, dan zie ik jou snel weer. Oké. Okay.